Oké, goeiedag iedereen. Ik zal een kleine presentatie geven over mijn ervaring en wat heb ik geleerd, wat heb ik gedaan, welke landen heb ik bezocht. Van het begin was een uitwisseling is een beetje moeilijk. Ik was een beetje bang omdat ik wist niks van mijn klas of van mijn families. Ik wist niks van Nederlands ook niet. In mijn eerste 2 maanden was moeilijk op school. Maar van het eerste moment, ik heb geprobeerd om altijd vragen en altijd iets nieuws leren elke dag. Ik heb heel vrienden op school. Ik had de kans om de families van mijn vrienden ontmoeten en dat was perfect omdat dankzij de families had ik de kans om naar Frankrijk. Ik ben naar Frankrijk geweest, ik ben naar Holland geweest, ik ben naar Duitsland geweest en alles bij gastgezinnen van vrienden van heel de wereld. En dat is iets dat alleen de uitwisseling, in een uitwisseling je kan doen. Zijn veel opportuniteiten en elke student heeft zijn eigen ervaring en zijn eigen manier om de dingen te doen. Voor mij was was gelukkig. Bijvoorbeeld voor Chrysostomos op school. Ik was genomineerd als de sunshine van mijn klas. Dat was een heel emotionele dag. En voor mij was het heel belangrijk omdat mijn richting op school. Ik ga naar school in Leuven. En mijn richting is economie en wiskunde. Dus de studenten, de leerlingen in het begin waren een beetje niet open. Dus in het begin alles was nieuw. Altijd, hoe gaat het met jou? Wat heb je in de weekend gedaan? En dat was stap voor stap. Dat heb ik relaties gebouwd. En nu, ik kan zeggen dat ik heb een hele positieve jaar gehad. En veel van nieuwe vrienden, veel nieuwe gezinnen. Ik zal veel missen, maar ook in mijn uitwisseling, ik had veel nieuwe ideeën en de kans om te plannen, nieuwe plannen hebben. Nu, ik zal naar de universiteit gaan en ik ben heel blij. Ik heb al gekozen wat zal ik studeren. En voor mijn uitwisseling, ik had geen idee. Dus ik denk, is een heel grote kans gebouw jouw eigen weg en nieuwe ideeën krijgen en een heel goede ervaring hebben. En ook, ik wil dankjewel zeggen aan mijn gastgezinnen, aan mijn familie in Argentinië. Voor ons in Argentinië is heel, heel belangrijk om iets anders te doen. Is niet zo makkelijk. De niveau van de scholen is niet het best. Soms weten wij niet wat zullen wij doen. Dus voor mij, dit was mijn beste kans tot nu. En ik wil ook zeggen, dank u aan mijn Rotary Leuven. Is mijn tweede huis. Ik voel is altijd een plezier om daar te gaan. En dank u aan Rotary in België om de kans te hebben om naar hier te komen.
En voor mij was het echt een heel goede ervaring. En ik wil zeggen dat soms is het moeilijk, soms missen wij onze families, dat is normaal. Maar de positieve ding is om te altijd iets nieuw planeren en iets nieuw doen. En altijd in positief denken. En altijd nieuwe plannen hebben. Dat is het positieve ding. En gelukkig. En ik wil zeggen dat de groep van studenten is heel groot. We zijn veel, veel in België, veel van Argentinië ook. En is heel mooi om te hebben, ja, de kans om te ontmoeten mensen van heel de wereld. En ik wil dank u zeggen. En veel succes aan iedereen hier. Ik weet dat het niet gemakkelijk is, maar iedereen heeft een nieuwe kans. Van nu en nieuwe ideeën en plannen. Dus dat is heel, heel positief en heel mooi. Dus dank u iedereen en fijne dag. Mijn beste wensen voor iedereen. En ik ben België nu is mijn tweede huis. Dus dank u wel. Et encore une courte intervention d'Arim qui nous vient de Corée. Bonjour, je m'appelle Arim et je viens de Corée du Sud. Alors, il me reste 20 jours avant que je parte. Les jours nous approchent et tout le monde a commencé à me poser la même question. Ah, dis-moi, t'es contente de ton échange ? Et peut-être vous vouliez une réponse simple et heureuse. Mais vous savez, ce n'est jamais facile de répondre à ce genre de questions. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ces questions que nous recevions tous les jours pendant notre année d'échange. En fait, plus les jours passent, plus difficiles les questions devenaient pour répondre. Il y a 10 mois, la seule question qu'on nous posait, c'était « ça va ? Tu comprends ?» Je vous assure que cette question « ça va ?» est la phrase que j'avais entendue le plus souvent en Belgique. Et après quelques jours, les Belges nous ont tous demandé « ça te plaît en Belgique ? Qu'est-ce que t'aimes bien ici ?» Et la question était déjà devenue plus compliquée. Au début, je répondais des petites choses comme la bière ou les gaufres. Comme ça, je ne devais pas répéter de longues réponses. Mais j'aurais pu faire mieux. Si je pouvais modifier ma réponse maintenant que j'ai vécu plus de temps ici, je dirais que c'était en fait les gens qui m'ont approché pour me poser ces questions que j'aimais le plus en Belgique. Parce que ce sont eux qui m'ont fait me sentir bien accueillie. Et puis est venu l'hiver. J'avais oublié pendant l'hiver en Belgique le fait que le soleil existait. Et j'ai été parfois malheureuse à cause de ce mauvais temps. En me voyant toute déprimée, les gens me demandaient « ça te manque pas ton pays ?» Et je ne savais pas comment leur répondre parce qu'il y avait trop de sentiments qui rentraient dans mes pensées. Mais bien sûr qu'il me manquait. Comment vous dire que je voulais juste parler coréen avec mes parents chez moi et avoir un bon plat très très piquant et épicé. Mais je ne voulais pas leur dire que j'en avais marre de conjuguer des verbes dans ma tête. Et que je voulais arrêter de me demander si c'était une maison ou en maison, ou le piano ou la piano. Au lieu de répondre avec toutes ces pensées, j'ai répété cette phrase la plus entendue, en mode « ça va ». Mais après, on s'est habitué à ce pays. On a commencé à s'amuser. On a fini par visiter toutes les grandes villes en Belgique, comme Ostende, Bruges, Anvers, Waterloo, Gand, Bruxelles, Namur et Liège. Et nous avons tellement voyagé que nous ne mentons pas quand on dit qu'on connaît mieux le pays que les Belges. Nous avons même oublié
notre langue maternelle en apprenant le français. Et après avoir pensé aux questions qui nous ont été répétées par les Belges, je me rends compte maintenant que les Belges étaient presque toujours accueillants en nous demandant si on allait bien et si on se sentait bien. Et je sais que ça n'aurait pas été évident pour les Belges non plus au début. Alors, pour terminer, je remercie le Rotary et les familles d'accueil d'avoir eu la patience de nous poser ces questions. Surtout les familles d'accueil qui ont attendu jusqu'à ce que nous puissions nous exprimer. Grâce à eux, on peut maintenant dire comment on se sent, au lieu de simplifier notre sentiment en disant « ça va ». Et je vais terminer le reste de ma présentation en anglais pour que les étudiants qui habitent dans la région flamande puissent me comprendre. I have 20 days left before I say goodbye to this country. And everyone asks me if I'm sad or happy to leave. But actually, I do not know how to answer this question. I'm sorry, but I can't put into words, even in Korean, these feelings that occupy my head and my heart right now. But one thing is sure, I'm pretty glad I did this. I really am. And I'm sure you guys are too. And with 20 days left, I could not help thinking about this quote I saw on Instagram. Don't count the days, make the days count. And as for me, I would love to make this day count by saying, I am so proud of all the exchange students who made this year 2017 and 18 count. Thank you. Quelle ambiance. Dank u Philippe, dank u Dominique, dank u aan jullie allen voor jullie prestatie en jullie enthousiasme. Félicitations à Arim pour son bel exposé, son français et aussi son anglais. Je crois qu'elle pourrait peut-être bientôt servir comme interprète pour un certain sommet. Proficiat aan Magdalena voor haar getuigenis en voor haar Nederlands.